Vicepresident Ronnie Brunswijk verzekert de samenleving dat drinkwater gedistribueerd door de Surinaamse waterleidingmaatschappij in Brokopondo-gebied helemaal veilig is. Hij besprak de recente ontwikkelingen in het achterland op een persconferentie in verband met 3 jaar regering Santokki Brunswijk. Brunswijk is bezorgd over wat zich afspeelt rond de cyanide kwestie en zei dat er maatregelen worden getroffen om de Rus snel te doen terugkeren. Het hele Brokopondo gebied in een greep houdt. De regering moet ook daarin oplossingen brengen. Dus hoe zie je dat de regering niet zit? We proberen overal waar er problemen zijn in het land de problemen op te lossen. Maar ik mag u wel verkrappen dat wat betreft de cyanideproblemen, dat alle waterinstallatie van NH en SWM, die drinkwater veilig is, dat heeft deskundig. Ze hebben monster genomen en ze hebben het onderzocht. En dat al die waterstations in Brokopondo gebied, daar hebben we 4, dat al deze stations drinkwater veilig is. En die mensen van Brokopondo wil ik ook oproepen om niet naar alles te luisteren. Natuurlijk raak je in paniek wanneer je hoort dat hier geen water is. Vanaf de eerste melding was ik ook bang. Brunswijk heeft ook officieel meegedeeld dat de goudwinning met kwik volledig afgebouwd zal worden. Hij gaf ook aan wat hij zelf verder heeft waargenomen bij zijn laatste bezoek aan Brokopondo. President, u mag het weten, als ik vlieg over Brokopondo, vlieg naar Sipaliwini, dan kan je ook niet geloven. Want dat ding is pas gezegd, afgelopen week, gezegd dat dat cyanide is. Maar als je ziet, vanaf Bronsweg tot einde van de Stuwmeer, dat is het niet maar 2 of 3 of 4, maar tientallen van die zulke zwembaden met dezelfde middel, de reden weet het of het cyanide is. Maar ik dacht van als dit inderdaad cyanide was, dan ben je alles maar weer direct bij president. Want als je ziet hoe onzorgvuldig men omgang, de Stuwmeer is hier en dan zie je dat een zwembad hier is en dan zie je dat het ook lekt naar het meer. En president, ik weet het niet, die deskundigen moeten dat uitzoeken. Laat het laboratorium dat uitzoeken. Als het inderdaad cyanide is, dan hebben we een groot probleem. De VP hoopt dat de zaak niet zo erg is wanneer alle onderzoekingen achter de rug zijn. Hij benadrukt dat alle chemicaliën in het gebied opgeruimd moeten worden en de desbetreffende eenheden al aan het werk zijn gezet.